In het Verenigd Koninkrijk gaat die stoelendans een tikkie sneller. Daar wonen sinds de Brexit al 5 prime ministers op Downing Street 10. Straks alles over Bojo. Dik boek waar we het over gaan hebben met Juri Albrecht. Maar eerst even de huidige politiek daar in het Verenigd Koninkrijk. Ja, ja, 5 sinds de Brexit. Ik vind het nogal wat. Ja, dat vinden de Engelsen ook. Ja, ja, ja. Ooit was het natuurlijk met die twee partijensysteem hartstikke stabiel eigenlijk. Lange periodes van dezelfde premier, maar dat is helemaal voorbij. Ja. Kunnen we spreken van een rommeltje? Absoluut, ja, nee, zeker. Het mooiste symbool van de rommeltje was natuurlijk wel wie het langer uit zou houden. Liz Truss of de krop sla. Dat bleek de krop sla te zijn. Let us Liz. Ja. 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 Nu Keir Starmer. Daar werd toch veel van verwacht. Glansrijke overwinning. 200 zetels kreeg hij erbij. En nou zag ik afgelopen week een peiling dat de oude conservatieve regering populairder is al dan de huidige. Ja, dus, hoe snel gaat dit? Ja, het is onvoorstelbaar, want de Tories hebben dus de slechtste verkiezingsresultaat in 200 jaar. En bijna 200 jaar, minder een paar jaar. Maar die dachten dat ze er nooit meer bovenop zouden komen. Maar dat blijkt heel anders, want inderdaad, ondertussen is Rishi Sunak nota bene, die ongeveer de slechtste peiling had als premier ooit, is populairder dan Sir Keir Starmer. Maar hoe is dat te verklaren dan, Juri? Ja, hoe is het te verklaren? Ik denk dat Engeland al tijden door zijn politieke elite in een bijna onbevaarbaar water is gemanoeuvreerd. Ja. Waar de Brexit natuurlijk het allerbelangrijkste symbool van is. Maar daar zit veel meer onder. De politieke elites die bestrijden elkaar in hun eigen partijen te vuur en te zwaard. Dat geldt voornamelijk voor de Tories, maar het geldt ook echt wel voor Labour. Dus daar gaat het veel minder om het partijbelang en laat staan om het landsbelang, maar veel meer om het persoonlijke belang van iedere nieuwe leider die tracht ellebogend zich naar de top te manoeuvreren ten koste van zijn partij, van het land en van de bestuurbaarheid. Een land in de greep van de politieke elite. En ik hoorde u ja zeggen, meneer Opstelten. Is dat hoe u er naar kijkt? Nou ja, ik zat even gewoon. Die Engelse politiek is natuurlijk altijd, ik vind het heel interessant. En ik vind het ook mooi wat er gezegd wordt. Maar ik ben heel nieuwsgierig wie nou, als ik dat mag vragen, even, wie gaat de nieuwe leider van de Tories worden? Ja, dat is uw voorspelling daarbij? Even wat duiding daarbij. Er zijn wat verkiezingen ook. Hè, tussentijds, of hoe noemen we dat dan, dat is daar allemaal getrapt. Er zijn er nu nog 2 over, Robert Jemrick en Cammy Badenoch. Wat weet jij daarvan, Juri? Nou ja, het leiderschap in de conservatieve partij, hè, dat is laatst, die manier van verkiezen is laatst weer hervormd en zo. Iedere keer sleutelen ze daar ook weer aan. Nu zijn er rondes ingebouwd waarin ook de leden van de partij een stemronde hebben. Er zijn nu nog 2 over sinds gisteren, inderdaad. Waren er 4, zijn er 2 over. Een mevrouw van Nigeriaanse komaf en een soort Boris Johnson light versie. Het is heel moeilijk te zeggen. Die Cammy Badenoch die ligt voor, onder de parlementaire partij. Maar nou moeten de leden dus gaan kiezen. Ik vond wel dat de Economist had een ontzettend goed commentaar op. Die zei, ja, het is maar helemaal de vraag of de leden van die partij het belang van Engeland wel in de gaten houden. Want die hebben echt een heel andere uitsnede van de samenleving natuurlijk dan. Maar dat is volgens mij eigenlijk gewoon wel de conclusie die we sowieso kunnen trekken. Ook als je het hebt over die stoelendans daar. Voelen zij nog wel wat er in de samenleving gebeurt? Nou ja, dat kan je je absoluut afvragen. Ik bedoel, Rishi Sunak was natuurlijk ook weer een uitermate rijke, een van de rijkste mensen van het Verenigd Koninkrijk. Je kan je wel afvragen in hoeverre men contact heeft met misschien een beetje met de partij, maar met de kiezer daarachter. Ja,